Salvador Dalí. Salvador Dalí. Salvador Dalí als kind al opmerkelijk. Zijn realistische stijl was onwerkelijk. Noem het briljant of noem het maar verderfelijk. Maar zijn naam werd zowaar onsterfelijk. Ruim 100 jaar geleden tussen Catalaanse dorpen. Hij werd een bijzonder babytje ter aarde geworpen. Al toen hij 6 was, begon hij reeds te kwasten. En deed zo uit de doeken hoe je meesters verraste. Met vreemde kleding en opvallend gedrag. Leek de jonge Salvador steeds maller met de dag. Maar het enige verschil tussen hem en een gek was, zoals hij zelf zei, dat Dalí niet gek was. Maar zeer bewust van zijn eigen talent. Was een kunst wilde maken tot hij rijk en bekend was. Het hoogste dat hij kon bereiken deed hij piekfijn. Namelijk met verven Salvador Dalí zijn. Salvador Dalí als kind al opmerkelijk. Zijn realistische stijl was onwerkelijk. Noem het briljant of noem het maar verderfelijk. Maar zijn naam werd zowaar onsterfelijk. Met een kronkel in zijn kop en een kronkel in zijn snor maakte hij het wereldwijd. Zelfs brommelt in de noord, want Dalí, Dalí, Dalí was een beetje geflipt, maar als het ging om zaken altijd ergens dit. Hij kreeg daarom nog Avida Dollars als bijnaam. Een anagram husselt dan de letters van zijn naam. En zijn naam werd er een van wereldformaat. Een erestaat waar die trotse Spaanse kerel voor gaat. De Dalí als een droom, ja, maakte het wat waar. Een levende legende, fantasie werd zo tastbaar. Zoals de naam zegt, de redder van de kunst. Kunstzinnig en scherp tot zijn laatste stuk. Salvador Dalí als kind al opmerkelijk. Zijn realistische stijl was onwerkelijk. Werkelijk. Noem het briljant of noem het maar verderfelijk. Maar zijn naam werd zowaar onsterfelijk. Salvador.